In 1973 is de Leica CL uitgebracht. Er zijn inmiddels vele technologische ontwikkelingen geweest. Dit is de opvolger daarvan, de nieuwe Leica CL. Leica staat natuurlijk voor simpel, maar met uitmuntende kwaliteit. En dat merk je gelijk al als je de doos erbij pakt en uitpakt. Er zit een hele chique omdoos omheen. En als we die openmaken, dan vinden we gelijk al de beknopte handleiding. We pakken dan het eerste doosje erbij. Er zit een luxe lintje omheen om hem af te sluiten. Die halen we er even vanaf. En we maken hem open. En dan zit daar, niet onbelangrijk, het simpele ontwerp van de Leica CL. En natuurlijk de lens met zijn zonnekap en zijn twee lensdoppen. Dan kijken we even naar de rest van de doos. Er zit een heel mooi luxe laadje in. Die kunnen we er even uithalen. Maken we open. En dan vinden we nog wat handleidingjes. Garantiekaart, certificaat van de camera. En nog de certificaat van de lens. En er zit nog een laadje in. Die halen we er ook eventjes uit. Die maken we open. En dan zien we daar 3-4 zakjes. Dat is de leren riem voor de camera. De oplader. De accu. Een lenspouch. En tenslotte twee netsnoeren. Deze Leica CL heeft een 24,2 megapixel APS-C sensor. Hij heeft 49 autofocuspunten die accuraat en snel werken, waardoor je haarscherpe afbeeldingen krijgt. Tevens heeft de camera een filmfunctie. De camera kan opnemen in 4K 30 frames per seconde en Full HD 60 frames per seconde. Filmen is misschien niet het eerste wat je verwacht met deze Leica camera, maar je creëert wel een unieke Leica look met deze beelden. Dit is hoe de Leica video eruit ziet. Omdat deze camera is uitgerust met een 3-inch LCD met 1,04 miljoen pixels, is het eigenlijk niet nodig om de camera uit te rusten met een viewfinder. De originele Leica CL had ook een viewfinder en daarom vond Leica dit ook erg passen bij dit ontwerp. Er is dus een viewfinder toegevoegd met een vergroting van 0,74 keer. Door de technologische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, is het natuurlijk ook mogelijk om deze camera te verbinden met wifi. Hierdoor kun je dus de camera verbinden met de Leica CL app en is het dus mogelijk de camera op afstand te bedienen en de bestanden van je camera naar een smartphone over te zetten. Zo kun je dus makkelijk je foto's delen op social media of doorsturen naar je familie en vrienden. Ben jij een fotograaf die houdt van een simpel design, goede kwaliteit en een geschiedenis van Leica fotografie, dan is dit misschien wel de camera voor jou. Heb je nog vragen over de Leica CL? Stel ze dan hieronder in de comments. Vond je de video leuk? Geef hem dan een like. En wil je nog meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.